Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn avond... Stoel kraakt heel erg. Mijn avond skincare routine laten zien. Ik heb de laatste tijd best wel een vast ritueel qua skincare. Dat heb ik heel vaak niet gehad eigenlijk. Vaak gebruikte ik dan weer die producten, dan gebruikte ik weer die, dan gebruikte ik weer helemaal niks. Maar de laatste tijd heb ik echt wel een vast ritueel. Ik heb geen make-up op, dus die hoef ik niet te verwijderen. Maar ik ga jullie toch laten zien wat ik doe als ik het wel op heb. Dus we gaan gewoon lekker voluit vandaag. Ook wil ik jullie even mededelen dat de setting misschien wat anders is. Want ik heb er zo'n rare bui gekregen vandaag. En ik ben vandaag wel alles gaan omtoveren in andere plekjes. Het kastje staat daar. Mijn grote kast die staat nu aan die kant. Kastjes, kleine kastje staat daar. Mijn kajon staat daarnaast. En mijn bureau staat weer hier op de oude plek waar die stond. Dit was een grijs kastje, die heb ik vandaag helemaal wit geverfd. Waarschijnlijk krijg ik binnenkort ook nog een ander bureau. Een mooie witte. Dus ja, ik ben behoorlijk aan de gang hier zo. Maar ja, lekker druk dagje gehad vandaag. Dus de skincare mag wel eventjes gedaan worden. Dus ik ga jullie even meenemen naar de badkamer. En dan ga ik jullie laten zien wat ik allemaal gebruik. Goed, ik ga jullie laten zien wat ik allemaal gebruik. Gisteren ben ik natuurlijk bij de schoonheidsspecialisten geweest. Dus alles is helemaal netjes weggehaald en gereinigd en gedaan. Ik heb alleen een pukkel. Hier en hier. Dus dat is een beetje jammer, maar ik ga in ieder geval lekker mijn gezicht reinigen nu. Ik heb dit sponsje van de Action. Ze hebben deze ook in andere kleurtjes, maar ik vond de grijze gewoon heel erg leuk. Dat gebruik ik als face wash. Eigenlijk Gentle Smoothing Face Wash Orange Fruit. Fruit Extract van Garnier. Deze zou je misschien denken, Garnier hartstikke duur. Valt hartstikke mee. Deze bij de Op is Op winkel gehaald. Was geloof ik 2 of 3 euro. Doe een beetje op het sponsje. Ik heb het sponsje al nat gemaakt. Dan wrijf ik het even een beetje in. Dat niet alles er in één keer afspoelt. Dat is heel heet water. Echt iets kouder. Maak hem nog een beetje nat. Heel snel gewoon. Of niet zijn nat, want dan spoel je alles er maar af. En dan ga ik het eigenlijk gewoon over mijn gezicht heen halen. Dit kan op zich gewoon in aanraking komen met ogen. Sommige dingen die kunnen gewoon echt niet tegen je ogen. Dan gaan ze je ogen in de fik. Dit kan op zich wel. Maar ik ben er sowieso niet helemaal weg van om het bij je ogen te gebruiken. Ik gebruik overigens allebei de kanten. Dit gebruik ik vaak op mijn wangen, de ronde kant en de platte kant van mijn voorhoofd. En mijn ogen. Mijn neus. Dat je er toch wat makkelijker bij komt. Ik neem mijn nek ook vaak een beetje mee. Nou, als dat gedaan is, spoel ik hem uit. Goed uitknijpen. Er blijven vaak wel restjes achter. En dan laat ik hem lekker drogen. Even mijn handen afdrogen. En vaak ga ik nu het afhalen. Dat doe ik eigenlijk altijd met die weggooiwashandjes die ik vaak mee kan nemen. Als ik op vakantie ga of zo. Die maak ik dan gewoon lekker een beetje nat. Heel klein beetje, maar over die zijk nat. Die haal ik even lekker over mijn gezicht. Kost je in ieder geval weer was en die washandjes zijn gewoon echt niet duur. Ik heb ze bij de Action vandaan. Er waren nog geen euro voor 20 washandjes. Nou weet je, dat is allemaal hartstikke prima. Ik heb vandaag wel mijn wenkbrauw gedaan, dus die maak ik even wat extra schoon. Dat die rond schoon zijn voor de nacht. Nou, en als dat gedaan is, dan gooi ik het washandje weg. Dan ga ik verder met het volgende en de rest doe ik in mijn kamer. Vaak laat ik mijn gezicht altijd wel lekker nog nat. Ik ga het niet drogen, omdat ik dat dan vaak een beetje zonde vind. Ik ga voor de rest van mijn productjes pakken. Dat zijn... Oh, hier moet je wel een beetje blijven staan. Dat zijn deze productjes.
zou misschien denken, wat is dat heel veel? I know, is ook gewoon heel veel. Ik heb 3 watjes voor 3 verschillende producten. Ik begin met de micellair water. Dit is een micellair water van Daily Care. Heb ik ook bij de opzoekwinkel vandaan. Misschien is het heel gek als ik jullie het nu ga vertellen, maar ik kan niet tegen Nivea. Ik weet niet hoe dat komt, maar daar kan ik gewoon niet tegen. Dus ik gebruik eigenlijk altijd dit merk. Nou ja, de micellair water die, zoals jullie misschien wel kennen, haal ik dit goed over mijn gezicht heen. Lichtjes over mijn ogen, want vaak prikt het heel erg in mijn ogen. Even extra reiniging, ondanks ik mijn gezicht niet lekker heb gewassen. Vaak zou je dan toch wel zien dat er toch nog wel iets van vuiligheid. Nou, het valt mee. Heel lichtjes misschien, maar nou, het valt mee. Dat heb ik gehad. Micellair water is klaar. Dan ga ik verder met de eye make-up. Daar heb ik met eye echt ook make-up op gehad vandaag. Dit is trouwens ook een van het merk Daily Care. Hier zit ook een olie in. Ik vind het vaak wel moeilijk om het uit het flesje te halen, zeg ik eerlijk. Maar nou, ik hou dit vaak dus eventjes een paar seconden op mijn ogen. Altijd moest ik aanraam dat soort dingen op heb. En dan is het makkelijkste, en dat merk ik echt, ben ik echt serieus. Dat merk ik ook heel erg. Naar beneden wrijven. Heel veel mensen gaan zelf wrijven. Heen en weer of rondjes. Maar je moet altijd je oogmake-up naar beneden halen. Omdat je mascara dan ook het makkelijkst verwijdert. En dan bijvoorbeeld nog even om die ogen. En dat geldt hetzelfde voor de andere ogen. Ja. Dan heb ik geen oogmake-up opgehad vandaag. Dus had ik er ook niet zo heel erg veel last van. Nou ja, dat is ook lekker gedaan. Dan heb ik nog 1 watje over. En ook nog 1 product over. Dat is de Skin Essentials. En deze komt bij de Action vandaan. Dat is een hele grote fles. Dit is een cleansing milk. En dit vind ik vaak gewoon heel erg fijn werken. Dat doe ik gewoon een heel klein beetje van op mijn watje. Dus je wrijft het toch altijd wel heel erg snel uit. Dan gaan we dit ook nog eventjes lekker uitsmeren. Dat ik iets te weinig heb gepakt. Het watje is alweer droog. Dus doe ik er gewoon nog een heel klein beetje bij. Ik doe het watje vaak een beetje dubbelvouwen. Omdat je anders in één keer 1 klodder op je gezicht uitsmeert. En dat wil je natuurlijk niet. Kijk, doe ik nu bijvoorbeeld ook al, denk ik. Nu weer iets te veel gepakt. Maar ja, goed uitsmeren, dan kun je er geen last van. Dan zal je misschien wel merken na de milk dat je gezicht heel erg vettig is. Dus vaak laat ik dit heel even intrekken. En als het dan ingetrokken is, gaan we door met het volgende. Maar eerst wachten tot mijn gezicht een beetje droog is. Goed, mijn gezicht is droog. En dit heeft trouwens echt maar misschien 5 minuutjes geduurd of zo. Ik heb ondertussen me lekker omgekleed, zoals je kan zien in mijn pyjama. En ik heb mijn bed lekker alvast opengelegd, mijn kleding klaargelegd voor morgen en zo. Wat ik als laatste doe, en dit is geen product van Daily Care of Daily, weet ik het ook nog. Druifverdraad en alles. Dit is van een kruidvat en dit is een olie. Een huidolie. En omdat ik een hele gevoelige en vaak ook wel hele droge huid heb, gebruik ik vaak het liefst de olie. Nou, ik doe gewoon een paar druppeltjes. Hand. Vaak zijn het, dat wil niet heel veel meer uit. Vaak zijn het maar 5 druppeltjes, die wrijf ik even tussen mijn vingers. En die verdeel ik dan gewoon lekker over mijn huid. En dan was dit eigenlijk alles wat ik doe. Nou, gezichtsreiniging. Dit is eigenlijk alles wat ik doe. 'S avonds ben ik eigenlijk degene die, daar doe ik altijd het meeste, zeg maar. Overdag
of tenminste, 's morgens is het vaak alleen maar even een watje met micellair water over mijn gezicht gaan en that's it. Om eventjes misschien de laatste kleine restjes die achter zijn gebleven weg te halen. Maar dat is eigenlijk alles wat ik doe. 'S avonds doe ik dus het meeste van mijn skincare. 'S morgens, wat ik net al zei, alleen wat micellair water op een watje over mijn gezicht. Dan gaat gelijk mijn make-up erop. Maar ja, 's avonds ben ik altijd grondig aan het reinigen, zeg maar. En ik merk echt wel dat door deze producten voor mij heel erg goed mijn huid is gaan werken, zeg maar. Ik heb heel weinig oneffenheden meer op mijn huid. En ja, dat was zat er natuurlijk wel. Maar ja, gisteren is gewoon een specialist geweest. En dan ben ik lekker onder behandeling geweest. Dus dat was ook wel eventjes heerlijk. Maar ik merk wel dat mijn huid erop vooruit is gegaan. Nu ik echt een vast ritueel heb. Standaard altijd deze dingen doe 's avonds. En dat ik niet meer af en toe denk van, joh, laat maar, ik ga gewoon slapen. Dus ja, dat heeft voor mij echt wel een werking gehad. Ik ben altijd heel makkelijk geweest in zulke soort dingen. En nu is het toch wel fijn om vast ritueel ook daarin te hebben. Ja, willen jullie nou ook een keer een uitgebreide ochtend skincare routine zien? Let me know in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog als jullie wil zien. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Misschien dat het voor jullie ook wel goed werkt. Hebben jullie nog vragen of tips voor mij? Dat kan natuurlijk ook, want ja, ik ben hier natuurlijk ook geen mega expert in. Let me know. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En dan ga ik zo lekker slapen. Doeg! Oeps!